Hallo, wat leuk dat je benieuwd bent naar de nieuwste Style Idee video op YouTube. Wil jij ook inspiratie ontvangen voor het inrichten en stylen van jouw interieur? Abonneer je dan op mijn kanaal op YouTube, onder in de link. Vandaag ga ik je uitleggen waarom je niet al je muren in huis wit moet schilderen. Wit is een prima basis, lijkt misschien een goed idee, maar al je muren wit is eigenlijk net iets te veel van het goede. Ben jij dol op een strak en modern interieur, dan denk je misschien, dan is de kleur wit een goede optie. Vooral in keukens en badkamers zie ik helaas vaak dat mensen niet alleen wit sanitair kiezen of witte keukens, maar ook alle muren wit, het plafond wit, de kozijnen wit. Of het nou de kleur RAL 9010 is, RAL 9016 of RAL 9003. Wit is natuurlijk een hele mooie basis, maar pas op met het kiezen van wit voor al je muren. Voordat je het weet heb je weinig sfeer, een hele clean uitstraling en lijkt je huis als een soort wachtkamer. Wit is heel besmettelijk voor vuil. Denk aan je gang, je halletje. Als je kiest voor witte muren, kies dan wel voor vlekbestendige verf, waardoor de vlekken makkelijk weg te poetsen zijn. Al zou je alleen je kozijnen maar in een warme tint kiezen of juist je plafond in een donkere kleur. In een keuken is het een heel makkelijk idee om juist je achterwand accent te geven, waardoor je al veel meer warmte combineert. Witte muren zijn vaak een hele veilige keuze, omdat mensen niet beter weten. Zo'n 80% van alle mensen kiest voor witte muren, omdat ze bang zijn dat een andere kleur minder goed zal passen bij hun interieur. Het is lastig om met de kleur wit een persoonlijke sfeer in huis te halen. Juist door kleine kleurnuances toe te voegen, zoals een puntje geel of een puntje roze of een beetje oranje, uit een kunstwerk terug te halen of uit bijvoorbeeld je vloerkleed, kun je zien dat je je interieur veel persoonlijker kan maken. Denk niet alleen overdag aan de kleurkeuze voor je muur, maar ook 's avonds. Juist met kunstlicht is de witte kleur vaak een beetje verblindend. Dat doet soms pijn aan je ogen, dus dan is het lastig om het zwervel te maken. Juist door even van het witte af te zijn, is het alweer wat vriendelijker aan je ogen. Er ontstaat minder diepte en een ander gevoel van dimensie door alles wit te maken. Bijvoorbeeld een witte vloer, een kunst- of gietvloer bijvoorbeeld. Dat geeft een hele andere dimensie aan je interieur. Door juist een tint af te wijken, krijg je veel meer diepte. En deze dieptewerking zorgt ook voor een ruimtelijker effect. Dus dat is een misverstand om te denken dat de ruimte minder groot lijkt door alles maar wit te schilderen. Want daardoor zie je geen begrenzing. En juist door ergens een diepte te creëren, lijkt het in perspectief veel ruimtelijker te zijn. Door je plafond in eenzelfde kleur te schilderen als je muren, ontstaat er een grensloze overgang. Dit zorgt voor een beleving van ruimte die groter lijkt. Omdat je niet doorhebt precies waar het plafond begint en waar de muur ophoudt, lijkt het plafond veel hoger en veel ruimtelijker te zijn. In het verleden werd RAL 9010 heel vaak gebruikt, dat is wat meer een gelige wit. Maar tegenwoordig adviseer ik regelmatig ook de RAL 9016, dat is een witte wit, een modernere wit. Hiermee krijg je een moderne sfeer. Maar er zijn veel meer tinten wit in omloop tegenwoordig. Zoveel keuze in tinten wit. Dit zijn alleen nog maar wat witte nuances uit één waaier. Dan heb ik ook nog de waaier met de NCS kleuren voor je, waar heel veel tinten wit in zitten. In veel kleurenwaaiers heb je aan de bovenkant van de waaier heb je allemaal wit tinten, zoals je hier ziet. De bovenste tint is vaak een wit tint met een klein beetje kleur erin. En misschien is het juist leuk om die kleur toe te passen, zodat je juist wat meer sfeer hebt met kleur. Beeldschermen zoals van je televisie en computer zijn vaak zwart. Het is dan juist mooi om de kleur achter je tv niet te wit te hebben, maar juist een tint te creëren waardoor het zachter overkomt. Ligt natuurlijk ook aan de stijl van jouw interieur. In een keuken heb je vaak te maken met zwarte apparatuur. Dan is het soms een beetje hard om daar ook een witte keuken bij te combineren en ook alle witte muren wit te hebben. Want juist zwart kan best een beetje een accent gebruiken om de zwarte kleur wat te dempen.
nou op zoek naar inspiratie voor het inrichten van je huis? Ben je van plan om je huis te veranderen? Ben je op zoek naar een interieurmetamorfose? Mijn website op www.stylidee.nl heb ik zojuist de nieuwste inspiratieblogs geschreven. Een leuk weetje is dat ik een aantal portfolioprojecten inmiddels in een aantal reels heb gezet. Reels duren gemiddeld zo'n 30 seconden. En daarin kun je alvast een impressie krijgen van mijn mooiste portfolioprojecten. Ik heb 18 projecten geüpload, ook op YouTube. Die kan je zien als je me volgt op mijn YouTube kanaal, onder in de link. Je kunt je ook abonneren op YouTube, dan krijg je steeds de nieuwste video's van Stylidee. Met leuke inspiratietips over styling en interieuradvies. Waarmee ik deel hoe ik bij andere mensen hun interieur heb mogen veranderen. Dus misschien kan jij daar ook wat aan hebben. Mocht je er nou zelf niet helemaal uitkomen, dan kan ik je natuurlijk ook altijd helpen bij je thuis. Het handigste om dan gewoon een afspraak in te plannen via info@stylidee.nl, zodat ik bij je thuis kan komen kijken en zodat we samen kunnen werken aan een nieuw interieurplan voor jouw interieur. Volg je me al op social media? Op Instagram ben ik te vinden onder Stylidee. En natuurlijk op mijn website www.stylidee.nl. Wil je graag een afspraak maken? Neem dan persoonlijk contact op via e-mail.